Ik heb in de colleges een paar keer verwezen naar het boek en deze auteur, want dat is wat we hier vanavond gaan doen. Er wordt een boek voorgesteld en de auteur zal daar een soort gastcollege rondgeven. Het gaat over de monarchie, koningshuizen in 14 verschillende landen, die hij als een comparatieve politicoloog bestudeerd heeft. Dat zorgt voor een breder kader en natuurlijk zijn we hier ook om in te zoomen op de Belgische monarchie, die op dit moment niet ter discussie staat. Dat is ooit in onze geschiedenis anders geweest. We hebben in onze geschiedenis een paar heel turbulente periodes meegemaakt, waarvan enkele verbonden waren met de discussie over de monarchie, de koningskwestie en dan veel later de mini-koningskwestie, die weliswaar niet te vergelijken valt met de grote koningskwestie. Ik vermoed dat ik hem al eens al op ingaan straks, op die koningskwestie. Dus er zijn momenten geweest waarin de monarchie tot de kern van het politiek debat in ons land behoorde en waar heel veel turbulentie ook was. Dat is gelukkig al een hele tijd geleden en ik moet gezegd dat vandaag de dag het koningshuis, de monarchie, geen onderwerp van politiek of politicologisch debat meer is. Ze functioneert, ze doet wat ze moet doen en daar zijn geen klachten over. Zelfs zo dat toen de huidige koning Filip het van zijn vader overnam, op dat moment er een beetje ongerustheid was bij sommige mensen, die neerkomt op de vraag, zal hij het wel kunnen, kan Filip het wel? Ik denk dat de huidige koning ondertussen bewezen heeft dat hij het kan. En er is rond de monarchie op dit moment specifiek gebonden koning Filip geen discussie meer is. Er blijft natuurlijk altijd een zeer fundamenteel principieel debat of een monarchie, iemand die een bepaalde politieke macht of op zijn minst invloed heeft, als gevolg van een erfelijkheidsfactor, genetica, of het concept monarchie, politieke macht of op zijn minst invloed bekleden zonder verkozen mandaat, gewoon omdat je de zoon of de dochter ervan bent, of dat instituut vandaag de dag nog verzoenbaar is met de hedendaagse invulling van democratie. Dus die fundamentele kwestie blijft altijd wel bestaan, al is er over onze huidige koning en zijn functioneren. Dat is niet het onderwerp van debat, maar er blijft nog altijd een stuk discussie over de vraag of je sowieso niet zonder monarchie kunt of moet. En als je dat dan in ons land niet zou doen, niet met de koning zou werken, je bouwt België om van een monarchie naar wat dan, naar een republiek of iets anders, hoe dat dan wel zou functioneren en of dat dan beter zou functioneren dan met een niet verkozen staatshoofd die in ons land veel minder grote rol speelt dan lang geleden. Toen hij nog echt achter de koninklijke besluiten zat, bij wijze van spreken. Maar wel op heel cruciale momenten, dat is ook een beetje de aanleiding van de komst van Kemal. We hebben volgend jaar verkiezingen, daar heeft u al genoeg over gehoord. Verkiezingen dus ook op federaal niveau, waar de koning altijd een heel belangrijke rol speelt in het kader van de formatie. En we denken nu, zoals we dat de vorige keer ook gedaan hebben, dat de volgende formatie weer heel erg moeilijker wordt. En dat dus de rol van de koning in die formatie weer zeer belangrijk zal zijn. En er zijn een aantal mensen die zeggen, kijk, hij heeft de vorige keren al bewezen dat hij op die zeer moeilijke momenten, namelijk de regeringsvorming, zijn rol perfect kan spelen. Er zijn bij de vorige formaties waar koning Filip bij betrokken is geweest, nooit vanuit de politieke gemeenschap opmerkingen geweest dat hij grote fouten heeft gemaakt, dat is zeer integendeel. Er zijn altijd heel veel complimenten gemaakt ten aanzien van de rol die de koning in die formatie heeft gespeeld. En dus volgend jaar staat er weer een formatie op de menu. We denken nu dat dat een heel erg moeilijke zal worden. Niemand kan voorspellen hoe dat uitdraait. We zullen wel zien. Maar dan zal zeker op dat cruciale moment de koning uiteraard weer een vrij politieke rol spelen. En dat is een beetje de aanleiding om daarover te reflecteren. Hoe is het gesteld met de monarchie in die 14 landen? Hoe is het gesteld met de Belgische monarchie? Welke uitdagingen liggen er aan onze monarchie voor? En dat is wat de Kemal nu in het komende uurtje. Mee zal, over zal onderhouden. En daarna ben ik laat Filip, de moderator, Filip Feiten, laat ik dan de bijzonder verstandige en ervaren gasten die daarna aan het woord komen en die samen zullen spreken. En echt debat is het niet, maar een gesprek van mensen die bijzonder veel ervaring en inzicht hebben over de politiek en de monarchie, die gaan we nog in het gesprek na de voorstelling van Kemal even dieper op in. Dus dat is een beetje de menu van de avond. Ik hoop dat het interessant is. En als het niet interessant is, dan was je nu toch hè, dus je bent nu dus dan valt er niks meer aan te doen. Dus Kemal, ik ben nog iets vergeten te zeggen. Ja, ongetwijfeld. En wat ben ik vergeten? Het boek is. Ah ja, er is. Ja, sorry. Ja, sommige auteurs leven van boeken, uiteraard.
Voor wie interesse heeft, het boek is op de koop en aan de prijs van 35 euro. Ja, dus ik moest er net een korting op zetten. Ja, maar ja. Dan heb je veel boek voor weinig geld. Ah ja, dus 35 euro. Ja, dat is een beetje anders op een Nederlander, dat kan ik niet goed zien. Dus dat betreft. Dus 35 euro, ik heb gewaarschuwd, ik heb al. 35 euro, veel boek voor weinig geld. Voor mensen die zeggen na deze les, ja, toen ik wil dat echt eens helemaal uitgebreid lezen. 4 sterren of 3 sterren? 4 sterren standaard. 4 sterren standaard, dus als het een standaard zal bewaren, zeker. Dat het ook wel een goed boek is. Dat mocht ik, deze commerciële boodschap mocht ik zeker niet vergeten. Dus aan jou, Kamal, veel plezier met het college. Dankjewel. Ja. Dag allemaal, mijn naam is Kamal Rijken en ik ben schrijver en journalist, politicoloog en ook historicus uit Nederland. Ik denk dat de microfoon een beetje ziek, dus ik ga hem even afdoen. Even kijken. Ja. Ben ik goed te verstaan? Ja. Voordat ik begin aan mijn gastcollege, welkom dat jullie, fijn dat jullie allemaal gekomen zijn en welkom. Ik ben dus Kamal Rijken en ik heb dit boek geschreven, Monarchie. Dat gaat inderdaad over de ontwikkeling van de monarchieën in Europa vanaf 1940 tot dan nu. En dan zal je denken, goh, wat moet een Nederlander nou ons komen vertellen over de Belgische monarchie? Dan kom ik hier naar een gastcollege en dan komt een Nederlander ons vertellen hoe het hier allemaal is gegaan. Nou, die Nederlander die is zelf een fan van België, kan ik zeggen. Ik kom hier al jaren en ik heb ook in het verleden veel geschreven over België en soms kom ik ook in Nederland op de radio om iets te vertellen over jullie prachtige land. En ik zeg zelf altijd, wij delen samen de lage landen en wij delen samen geschiedenis, wij delen samen cultuur. Dat gezegd hebbende, het was voor mij dus ook een genot om het boek te schrijven en dus ook om het over de Belgische monarchie te doen. Naast België behandel ik in het boek de monarchieën vanaf de jaren 40 tot aan nu. Dat zijn alle monarchieën die hebben bestaan sindsdien. Dat betekent dus ook dat de Balkanmonarchieën die niet meer bestaan en ook Italië, wat ook nog een monarchie is geweest, ook in het boek zijn verwerkt. Ik heb gekeken naar hoe die geschiedenis is gelopen van de monarchieën in Europa, welke rol ze hebben gespeeld in het moderne Europa, maar bovenal ook hoe hebben die monarchieën zichzelf ontwikkeld. Zijn ze nog relevant of niet? En zo ja, hoe komt het dan dat ze bijvoorbeeld nog steeds in de politiek in sommige landen, zoals België en Luxemburg, een rol spelen? Ik kijk in het boek ook naar hoe de monarchie omgaat met de moderniteit en hoe ze omgaan met zaken als geldzaken, schandalen, mediazaken, ga zo maar door. Het boek is chronologisch opgebouwd en uiteindelijk leer je van alles nog wat over de monarchie. Maar ik wil het vanavond met jullie hebben over de Belgische monarchie. En België is een bijzonder landje in de wereld, zoals jullie weten, een prachtig federaal koninkrijk met verschillende gemeenschappen, culturen en talen. En een ontzettend interessant laboratorium voor de buitenstaander om te bestuderen. Zeker als je politicoloog bent en internationale betrekkingen hebt gestudeerd, zoals ik zelf heb gedaan. Vandaar dus van mij ook de vraag, de monarchie in België, hoe functioneert die? Hoe heeft die zich tot op heden ontwikkeld? En heeft de monarchie nog een toekomst? Is de Belgische monarchie, zoals we het zeggen, het Belgische koningshuis, is dat toekomstbestendig? Nou, we zien hem hier achter mij, koning Filip, jullie wel bekend. Hij is nu 10 jaar koning, zoals jullie weten, en daarvoor natuurlijk jarenlang kroonprins geweest. Eigenlijk al vanaf de jaren 80, maar daar gaan we het zo nog over hebben. En dit hoorcollege zal zijn opgebouwd uit in feite de ontwikkeling van de Belgische monarchie vanaf de jaren 40 tot aan nu. Dus ik begin met de koningskwestie en koning Leopold. En we kijken dus ook naar hoe het koningschap van koning Leopold fout ging en mislukte. En hoe die mislukking eigenlijk, hoe daar iets uit voortgekomen is, wat we tot nu toe de huidige Belgische monarchie, want de 3 koningen daarna, hebben erg geleerd van de fouten van koning Leopold, koning Leopold III. Vervolgens kijk ik naar koning Boudewijn en zijn jaren als koning. Daarna komt koning Albert aan bod en als laatste kijken we naar koning Filip. Nou, hier achter mij. Ik zal ook soms citeren uit het boek en ik hoop niet dat dat saai is.
Maar ik denk dat dat misschien toch ook wel wat je geeft. En we hebben ook wat filmpjes. En filmpjes, daar ben ik bang voor, want we hebben eigenlijk net een technisch probleem gehad. Er zit een student, hoe heet je ook alweer? Lori. Ja, Lori, die zal mij dan... Ik kan jou vragen om te helpen als het weer fout gaat? Yes. Oké, fantastisch. Ik hoop niet dat het technisch fout gaat, maar here goes. De Belgische monarchie. Zoals gezegd, ik begin met jullie in de jaren 40. De vraag is waarom ik ben begonnen in de jaren 40 met mijn boek. Nou, in de jaren 40, in de jaren, zoals wij in Nederland zeggen, de bange jaren 40-45, in België zou je 40-44 moeten zeggen, dan stort alles in Europa ineen. In feite beginnen we daarna ook weer opnieuw. En de huidige maatschappij waar we nu in leven, dus de huidige moderne samenleving, is vanaf de jaren 40 na de wederopbouw, vanaf de wederopbouw ontstaan. Zo noem ik dat ik door mijn onderzoek ook in 1940 begin. En als ik in 1940 kijk, dan zie je dat, ja, 1940, dat is eigenlijk het eerste Tweede Wereldoorlogsjaar wat we hebben. En iedere monarchie in Europa, die gaat er op zijn eigen manier mee om. In België zit op dat moment koning Leopold III op de troon. En voor hem zijn er al vier voorgangers geweest. Leopold I, Duitse prins van Saxe-Coburg, die wordt aangeroepen na de Belgische revolutie en tot koning wordt geïnstalleerd in 1831. Leopold II, wel bekend van de Congo, Congo-Vrijstaat, die op een gegeven moment de kolonie werd van België. En Albert I, de ridderkoning, die ook bekend is uit de Eerste Wereldoorlog en de jaren daarna. Albert I verongelukt heel erg plotseling in 1934. Hij maakt dan een val terwijl hij aan het klimmen is. Albert I was namelijk sportklimmer. Die ging zelf bolderen, zoals we dat tegenwoordig heten. En in zijn vrije tijd was hij in zijn eentje ergens in Van Staan, België, op een wand aan het klimmen. En toen is hij naar beneden gestort. Hij is gevonden en ja, hij heeft het niet gered. Albert I, daar zijn ook allerlei complottheorieën over dat hij zou zijn vermoord of dat iemand een zetje zou hebben gegeven. Ik ga daar niet in mee. Leopold III wordt vrij jong koning en in zijn eerste 6 jaar, tot aan 1940, worstelt hij met de Belgische politiek. De Belgische politiek heeft op dat moment namelijk een hele turbulente periode. Zoals jullie wellicht weten, de Belgische politiek, daar wisselen turbulente en rustige periodes elkaar af. En de jaren 30 was vrij turbulent, want er waren in de jaren 30 22 regeringscrisis en 12 verschillende regeringen. Dan hebben we het over de periode 1934 tot 1940. En koning Leopold die had daar behoorlijk tabak van en dat was eigenlijk niet zo'n democraat, maar daar kunnen we het later nog wel over hebben. Wat ook wel interessant is, dat koning Leopold ja, eigenlijk maar niet snapte van al die ruzie in de politici, die Vlaamse en Franse huidige politici die elkaar de haren vliegen de hele tijd. Daar snapte hij zelf ook soms niet al te veel van. En had ook het gevoel dat hij ook echt meer, dat het efficiënter kon. Dus er zat ook een stuk frustratie in koning Leopold III. Koning Leopold III had uiteindelijk ook, ja, hij had natuurlijk ook een koninklijke familie, net zoals dat je nu een koninklijke familie hebt. En hij had een broer, dat was, prins Karel. En zijn moeder, koningin Elisabeth, waar de huidige kroonprinses naar is vernoemd. Daar kom ik zo op terug. Het koningschap van koning Leopold III wordt getekend door de zogenaamde koningskwestie. En ik wil even vingers zien, wie weet wat de koningskwestie is? Oké. Okay. Nou, dan weet ik ongeveer tegen wat ik te vertellen heb en wat niet. Dus, maar het komt erop neer. De koningskwestie heeft een apotheose in 1950, wanneer een volksraadpleging wordt neergelegd voor de Belgen om te kunnen kiezen of ze de koning willen houden of niet. En uiteindelijk loopt het niet goed af, van Leopold III, maar het begint in 1940. In 1940, in de meidagen van 1940, het begint eigenlijk op het moment dat Nazi-Duitsland België binnenvalt. En dat is dan de tweede keer in een aantal decennia. België is in de Eerste Wereldoorlog al overvallen, heeft ontzettend geleden daarvan. Jullie hebben trouwens wel de meeste lichten in Europa. Ik weet niet of jullie dat wisten, maar de meeste straatverlichting. Leuk weetje, straatverlichting werd na de Eerste Wereldoorlog gegeven aan België als een wielgoedmachtiging van de andere landen. Dus in feite is België dus het beste verlicht van Europa. Nog steeds, naar het schijnt. Maar dat is even een leuk feitje.
Wat er gebeurt in mei 1940, dan is de operatie Fall Gap. En de operatie Fall Gap hebben de nazi's bedacht om in één keer de Benelux-landen te overvallen en vervolgens Frankrijk binnen te vallen. Buiten de Elzas om. Daar ligt een telefoon, die wordt opgepakt. En buiten de Elzas om. En wat er gebeurt is dat Nederland, waar ik vandaan kom, wordt binnen 5 dagen bezet. En België doet er ongeveer 3 weken over. En in die 3 weken is er een ontzettende crisis aan de gang, want de regering is verdeeld. De regering zegt van premier Pierre Loh. Van premier Pierre Loh is niet verdeeld. Die willen doorvechten samen met Frankrijk en Engeland die hen helpen tegen de Duitsers. Maar zij krijgen koning Leopold III tegenover zich die daar niet in gelooft. En ze zitten niet op één lijn. En ik zal daar nu over uit citeren uit mijn boek. Want op een gegeven moment is het eind mei en ja, de Duitsers komen steeds dichterbij. En de koning is dan gevlucht naar een geheime plaats. Men weet ook niet waar die is. En uiteindelijk blijkt dat hij nabij Brugge in kasteel Wijnendalen is. En nou ja, het is 25 mei 1940. In het hols van de nacht rijden Pierre Loh en Paul Henri Spaak per auto door het Vlaamse landschap. Samen met de ministers Henri Denis van Landsverdediging en Arthur van der Poorten van Binnenlandse Zaken. Ze zijn onderweg van Brugge naar het kasteel Wijnendalen, waar koning Leopold in het geheim verblijft. Hij heeft zijn schuilplaats de 11e uren aan de regering prijsgegeven. De strijd in België lijkt, ondanks Franse en Britse militaire bijstand, verloren en naar verwachting zullen de binnengevallen Duitsers al gauw het hele land bezetten. De regering wil daarom naar Frankrijk vluchten, maar de koning denkt daar anders over. Hij is namelijk opperbevelhebber en wil bij de troepen blijven. Pierre Loh heeft herhaaldelijk geprobeerd om Leopold te overtuigen, terwijl de Britse premier Churchill hem een veilige plaats in Londen heeft aangeboden. Maar Leopold bleef weigeren en heeft per brief aan koning George VI van Engeland laten weten dat het beter is om België in zijn eentje dus alleen te verdedigen. Pierre Loh en zijn ministers wagen nog een allerlaatste poging om de koning over te halen. Om 4:30 ochtends komen ze in Wijnendalen aan. In een grote salon zet Pierre Loh de regeringsstandpunten opnieuw uiteen. Hierna neemt Leopold nerveus het woord. Hij zegt nog nooit zulke angstige uren te hebben meegemaakt en verduidelijkt zijn positie door zijn brief aan koning George voor te lezen. In plaats van over de grens mee te vechten, kan hij zijn volk beter helpen door bij hem te blijven, vindt hij. Anders handelen zou helemaal verkeerd zijn, het zou hetzelfde zijn als desertie. Nadat hij de brief heeft voorgelezen, blijft de koning staan, wachtend op het vertrek van de ministers. Maar die willen bij hem blijven. Spaak dringt aan op een ultiem gesprek, waarna iedereen gaat zitten en er een intens dramatische discussie volgt, zonder de protocolaire regels en met stemverheffingen. Quote, na het eenparige oordeel van de regering staat u op het punt om de kapitale fout te begaan, zegt Spaak tegen de koning ronduit, wijzend tot het primaat van de regering. U moet handelen zoals de koning van Noorwegen en de koningin van Nederland hebben gedaan, en solidair blijven met de zaak. Einde citaat. Leopold houdt echter voet bij stuk. Hij is ervan overtuigd dat de oorlog op het continent snel afgelopen zal zijn, en dat er, na een Duitse overwinning, een Europese vrede zal komen. De zaak van de geallieerden is al verloren, denkt hij. Pierre Loh en Spaak willen weten hoe de koning het dan voor zich ziet als ze allemaal in België zouden blijven. Hitler zal de huidige Belgische regering namelijk nooit accepteren. Daarop antwoordt de vorst dat de ministers dan zijn private raadslieden mogen worden. En mochten ze toch naar Frankrijk vertrekken, dan zal hij in Brussel wellicht zelf een regering samenstellen. De ministers snappen de logica van Leopold niet. Zij zijn de regering, geformeerd door het gekozen parlement, en hoe kan hij als vorst dan zelf eigenhandig een nieuwe ploeg samenstellen? De ministers krijgen de indruk dat Leopold tijdens de bezetting alleen wil regeren, wat haaks staat op de constitutionele parlementaire monarchie. Ze besluiten vanuit het buitenland aan te blijven en maken duidelijk dat ze hem niet meer politiek kunnen dekken. Premier Pierre Loh en zijn collega's willen later namelijk niet de schuld krijgen van een kapitale fout die een catastrofe heeft veroorzaakt. Koning Leopold heeft begrip voor hun besluit. Quote, ik zeg het u duidelijk van mens tot mens, ga bij uzelf te raden en oordeelt wat u moet vertrekken, dan verzet ik mij daar niet tegen. Einde citaat van Leopold.
Even later vertrekt het viertal alsnog richting Frankrijk. Wel nu, die nacht van 25 op 26 mei 1940, op dat moment weten we achteraf dat het lot van koning Leopold III min of meer is beslecht. Hij weet dat dan zelf nog niet. Hij denkt op dat moment nog dat de zaak nog te redden valt en dat hij op zijn eigen wijze waarschijnlijk met de Duitsers er wel uit zal kunnen komen op het moment dat de Duitsers die oorlog ook winnen. Hij is geen nazi. Leopold III, zeg ik nadrukkelijk, is geen overtuigd nazi. Zeg nog, hij is het niet. Het is ook geen racist. Het is niet iemand die vanuit ideologische redenen de kant van Duitsland kiest. Hij doet het puur uit pragmatische en emotionele redenen. En het zit voor een deel ook een stuk frustratie vanwege dus wat er in de jaren 30 is gebeurd. En tegelijkertijd zegt hij ook van ja, ik zie hier ook een kans. En hij kijkt ook naar zijn vader, want zijn vader, koning Albert I, is als held uit de Eerste Wereldoorlog gekomen. Hij heeft het kleine stukje België bij Ypres, dat kleine hoekje wat jullie de Westhoek noemen, want tegenwoordig overstroomd. Dat heeft hij verdedigd praktisch in zijn eentje. Hij heeft de linie gehouden. En zijn vader is een oorlogsheld en eigenlijk wil Leopold III stiekem ook wel een oorlogsheld zijn. Dus hij wil eigenlijk zijn vader een beetje namaken. Maar dat zegt hij natuurlijk niet hardop. Wat wel interessant is, leuke leestip. In 2001 kwamen zijn memoires uit. Die heb ik toen ook gelezen. Dat is destijds geloof ik nog uitgebracht door Lilian Baals, die toen nog leefde, zijn tweede vrouw. En daarin kun je ook zijn motivatie lezen waarom hij dacht dat het goed was om in België te blijven. Maar goed, dat komt natuurlijk niet goed. En je ziet dus dat in de oorlogsjaren hij dus flirt met Hitler. Wat gebeurt er in de oorlogsjaren? Een paar dingen. Hij blijft in België. De regering vlucht naar Frankrijk. De Franse regering voelt zich bedrogen. Die zegt, waarom hebben wij gevochten? De Belgische koning is in België gebleven. Hij collaboreert. Wat zijn we aan het doen? Dus dat gaat niet goed. Wat ook niet goed gaat, is dat hij in eerste instantie steun krijgt van de katholieke kerk. Die stuurt een zogenaamde herderlijke brief aan alle parochies en alle kerken in het land. Die wordt voorgelezen tijdens een zondagsmis. Dat de koning is gebleven, waarom de koning is gebleven, dat het goed is dat de koning er is voor de Belgen. Maar uiteindelijk komen die Belgen bedrogen uit als de Duitse bezetting na een aantal jaar voortduurt. En ze eigenlijk toch ook zien dat de koning niks van hem kon betekenen. Wat eigenlijk een feit was. En de koning, als je kijkt naar zijn boek wat in 2001 is uitgebracht, dan zie je ook dat hij zichzelf zag als krijgsgevangene onder de Belgen. Maar goed, een krijgsgevangene in een paleis is natuurlijk iets anders dan een krijgsgevangene in een gevangenis. Dat gezegd hebbende, in die oorlogsjaren begaat hij een paar fouten. Een van de fouten is het huwelijk met Lilian Baals, een burgervrouw uit Vlaanderen, die wordt bevorderd tot prinses, maar die krijgt geen toestemming van de regering. Als de vorst wil trouwen in België, dan moet hij toestemming krijgen van het parlement en van de regering. Dat kreeg hij niet, want dat was een oorlogssituatie en de kerk heeft hem in de erf verbonden. Toen dat eenmaal duidelijk werd in de bevolking, toen is Leopold III veel goedwil kwijtgeraakt. Dat komt ook omdat zijn eerste vrouw, koningin Astrid, dat is de moeder van koning Albert en van wijde koning Boudewijn, koningin Astrid in 1934 was verongelukt en die nog in de harten van veel Belgen zat en daar was ze eigenlijk nog ook wel sympathie voor. Dus Lilian Baals stond eigenlijk ook in die zin, zoals we op z'n Holland zeggen, met 2-0 achter. Dat gezegd hebbende, wat er ook niet goed ging, is dat hij een gesprek aanging met Adolf Hitler. Leopold III heeft met Hitler gesproken en heeft geprobeerd te onderhandelen voor België en geprobeerd om eigenlijk een soort van positie te krijgen dat als de oorlog gewonnen zou zijn, dat hij dan een soort van vazalkoning zou worden binnen de nieuwe Duitse wereld die er zou moeten ontstaan. Meneer Koens, welkom. Eigenlijk is het zo dat we dus zien dat hij dus allerlei fouten maakt en men dat dus ook ontdekt. Gaandeweg begint Leopold III zich in de Tweede Wereldoorlog als slachtoffer te beschouwen. En hij begint dus ook te zeggen dat hij krijgsgevangen is. En hij schrijft protestbrieven naar Adolf Hitler over voedseltekorten onder de Belgen, economische moeilijkheden en tewerkstellingen van Belgen die met name van Stalin-Belgen die naar Duitsland moeten om te werken in de oorlogsindustrie.
En voordat hij eigenlijk... Hitler vindt dat natuurlijk helemaal niet leuk en die dreigt dan ook om hem weg te voeren. En hij wordt op een gegeven moment ook ontvoerd en weggevoerd. En de koninklijke familie wordt dan verplaatst van België naar Duitsland. En dat is eigenlijk aan het einde van de oorlog in de zomer van 1944. En voordat hij doet, dan schrijft hij een politiek testament. En in dat politieke testament, dat is eigenlijk wel bijzonder, dat heb je hier. Daar staat in dat... het is het politieke testament van Leopold, begin 1944 heeft hij dat opgesteld, zodat hij de regering, mocht hij zich bij de bevrijding in elders bevinden, kan adviseren. In het document er staan allerlei politieke meningen van het staatshoofd, dat officieel neutraal niet te zijn. En hij is bijvoorbeeld ook in zijn politieke testament, zegt hij ook dat hij tegen de transatlantische militaire samenwerking is. En hij herinnert de ministers aan dat een verdrag niet kan ingaan, dus een verdrag in transatlantische zin na de Tweede Wereldoorlog zonder zijn handtekening. Hij wantrouwt Londen en Washington en de Anglo-Saxische wereld en hij eist een soeverein en een neutrale België. Dus België zou na de Tweede Wereldoorlog volgens Koning de Derde ook niet mee moeten doen in de Europese eenwording. Ja, hij heeft dus bepaalde ideeën en hij eist ook de publieke genoegdoening. En als de regering niet meewerkt, zegt hij in zijn politieke testament, dan zal hij nooit meer met ze samenwerken. Dan nu. Leopold III was dus in Duitsland, zat daar vast, werd min of meer, ja, hoe zeg je dat, ontvoerd, zoals hij het zelf zegt, maar hij is weggevoerd door de Duitsers. En in 1944 wordt België door de geallieerden bevrijd. Dit politieke testament waar ik het net over heb, dat wordt dan ontdekt door Pierre en Barney Spaak. En die schrikken zich dan een hoedje, want die hebben zoiets van, ja, we hebben al een conflict met deze koning. En dan moeten we ook nog met hem dit ook nog aangaan. Nou, en dan wordt er een oplossing gevonden, want er moet iemand zijn. België is weer, zeg maar, bevrijd, is dan na de bevrijding is weer een soeverein land. En dan wordt prins Karel wordt aangetroffen en prins Karel die wordt dan tijdelijk de koning, die wordt dan de regent. En dit noemen we het regentschap van prins Karel, dat duurt ongeveer 5-6 jaar in de Belgische geschiedenis. En die prins Karel, dat is een onderbelichte figuur in jullie geschiedenis, vind ik persoonlijk. Ik vind dat hij veel meer aandacht moet krijgen. Want het is iemand die eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat na de oorlog in België veel rust en stabiliteit kwam. En wordt vaak als ondergeschoven kindje beschouwd, ik denk zelf van niet. Maar de koning is dus in Duitsland, wordt dus later ontvoerd naar Oostenrijk en hij keert hier terug. Prins Karel is regent en er zijn nog steeds spanningen. En het duurt jaren voort voordat de koning weer terug kan komen. En uiteindelijk worden er gesprekken met hem gevoerd in Oostenrijk en in Zwitserland. Leden van de Belgische regeringen van na de Tweede Wereldoorlog, die gaan er ook naartoe. Nemen prins Karel ook mee naar die dramatische gesprekken die ze omschrijven wordt allemaal. En uiteindelijk zijn de koninkjes wil terugkeren, maar dan moet er eerst een volksraadpleging gehouden worden en dan moet de meerderheid van alle Belgen moet het wel zien zitten dat hij terugkeert. Nou, dan komt een referendum in 1950. En dat referendum, vindt plaats, terwijl eigenlijk nog niet echt het probleem van de koningskwestie, wat we dan al de koningskwestie kunnen noemen, niet echt is uitgesproken. En dat referendum dat zorgt wel voor een opmerkelijke uitslag, namelijk dat 57% van de Belgen de koning terug wil. Nou, dan zou je denken, goh, dat is toch heel gunstig. Maar België zou België niet zijn, zoals jullie weten, als er niet ook communautaire spanningen zouden zijn. Dat is wat je dus ziet. Ik neem jullie even mee naar de kaart die ik hier heb. Op deze kaart zie je dus duidelijk de splitsing, al de taalgrens die later is ontstaan, die zien we hier lopen. En je ziet dus dat onder de taalgrens, in de lijn van Doornik tot aan ongeveer Verviers, dat is de industriële Waalse zone, om het maar even zo te noemen, daar stemt men echt tegen de koning. Daar krijgt de koning maar 1/3 van de stemmen achter zich. En daar wonen de meeste Franstaligen Belgen en daar zit ook het industriële geld op dat moment nog. Daar zijn dan veel arbeiders, daar zijn ook de socialisten heel sterk. De huidige PS heeft daar volgens mij ook nog veel kiezers op. Maar dat gezegd hebben je ziet dus ook een andere uitslag in Vlaanderen. Vlaanderen kiest namelijk voluit voor koning Leopold III. Los van dit gedeelte, dat is geloof ik wat tegenwoordig Vlaams Brabant is. Nienhoven en zo ligt hier, maar ja, die zijn tegen. Een deel
deeltje van Brussel is ook tegen, maar de rest van Vlaanderen is ronduit voor. Nou, dan heb je hier op de hoek Belgisch-Luxemburg, dat is ja, altijd behoorlijk katholiek, dus dat is ook wel pro. En daar zitten ook veel boeren en jagers, dus dat is ook wel behoorlijk pro-koning. Kerk en koning zijn ook vrij dicht bij elkaar in België. Wel nu, wat we zien is dat dus, het land is dus zo verdeeld, en omdat in Franstalig België het toch niet de meerderheid van de mensen voor is, dan lukt het ook niet om goed terug te keren. Dus de koning keert wel terug, maar de spanningen die blijven. En ik had een leuk filmpje voor jullie met de spanning, maar omwille van de tijd ga ik die niet laten zien. Maar waar het op neerkomt is, men komt er niet uit. En op het laatste moment, ergens in augustus 1950, dan besluit koning Leopold III om af te treden. En hij doet het in eerste instantie, dan zegt hij van ik treed tijdelijk terug voor mijn oudste zoon Boudewijn. En op dat moment, als dat dan is gebeurd, dan na een poosje wordt ik wel weer koning. En dan zegt de regering, nee, dat kunt u niet doen, dat gaan we niet doen. We gaan of aftreden of niet. En uiteindelijk legt hij het hoofd in de schoot en wordt zijn oudste zoon op 20-jarige leeftijd plots koning. Koning Boudewijn had daar nooit op gerekend. Hij had nooit gedacht dat hij koning zou worden. En het werd hem eigenlijk in de schoot geworpen en hij kreeg iets wat hij eigenlijk helemaal niet wilde. Maar hij moest het doen, want hij was geboren als oudste. En dat is nou eenmaal het systeem van de monarchie. Wat we zien is dat koning Boudewijn in zijn eerste jaar koninklijke prins wordt genoemd. Want hij is dan nog niet meerderjarig. En pas in 1951 is hij meerderjarig en dan wordt hij ook echt koning der Belgen. Maar goed, de komst van Boudewijn zorgt uiteindelijk voor meer rust. En de koningskwestie lijkt dan voorbij. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. En waarom is dat niet zo? Wat we zien is dat die koning Leopold III achter de schermen nog heel veel macht heeft. Achter de schermen, zeker in de eerste 10 jaar van de regering van koning Boudewijn, zien we dat koning Leopold III eigenlijk de dienst uitmaakt. Zijn vader, Boudewijn was toen nog 22 jaar, en onervaren, had achter de oren, had er ook geen zin in hoor, dat was het ook nog eens. Zijn vader had eigenlijk heel erg macht, zo'n macht, dat hij zijn zoon ook vaak, of soms zelfs, kleineerde. Een goed voorbeeld is, Boudewijn, haal jij even de asbak voor de premier, zegt prinses Lilian na afloop van een lunch op het kasteel van Laken tegen haar stiefzoon. Premier Joseph Pollien, te gast bij de koninklijke familie, merkt dat de ex-koning en zijn vrouw Boudewijn de huidige jonge koning nog steeds behandelen als een klein kind. Hij schrijft in zijn dagboek dat hij zich daarom enorm gegeneerd voelde. Er blijkt in Laken echter sprake te zijn van een patroon. Want ook in het bijzijn van andere hoge gasten wordt koning Boudewijn door zijn ouders gepiepeld. Zo manen ze hem tijdens een diner zijn ellebogen van tafel te halen en later verzoekt Lilian hem om het toetje uit de keuken te halen. Nou, dat is toch eigenlijk wel best wel heftig als je koning bent en je vader piepelt je zo, maar dat waren de verhoudingen. Dus er werd ook wel gesproken in de jaren 50, in regeringskringen weliswaar, niet zozeer onder de bevolking, over een diarchie. En een diarchie, dat is een systeem waarbij er 2 koningen zijn. Belangrijk in het koningschap van koning Boudewijn, en ik ga er even snel doorheen, zijn de Congo. Congo was natuurlijk een kolonie, ik heb het net al over verteld, even kort, van België. Alle West-Europese landen deden op dat moment aan decolonisatie, landen onafhankelijk maken. Maar eigenlijk zagen we in de praktijk dat als die landen helemaal onafhankelijk waren, dat ze nog heel erg afhankelijk waren van de moederlanden. Goede voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Franse kolonie. En Congo wilde ook onafhankelijk worden. Ik zal nu niet even ingaan op alle details, maar het komt erop neer dat koning Boudewijn zich als jonge koning, voor de komst van koningin Fabiola, waar ik straks nog over zal vertellen, zichzelf in Congo eigenlijk best wel fijn voelde. Hij werd daar namelijk vereerd door de Congolezen en de Congolezen zagen hem als een soort van holy man. En dat vond hij eigenlijk ook wel fijn. Maar wat ook wel is dat we zien dat Congo in 1960 wordt het onafhankelijk en er zijn allerlei dingen die er dan gebeuren die ook fout gaan. Een soort van burgeroorlog in de provincie Katanga. De eerste premier, Lumumba, die wordt omgebracht, later blijkt bij medeweten waarschijnlijk van koning Boudewijn ook nog. Niet in opdracht van, wel bij medeweten van. En van die Lumumba is ook alleen nog een tand overgebleven. Waarschijnlijk hebben we dat wel gezien in 2022, dat die tand, die is ooit in België geraakt.
En die tand die is gevonden en die is vervolgens in de handen van de Belgische justitie gekomen. En die is in 2022 symbolisch in een kist aan de nabestaanden, aan de kinderen van Lumumba gegeven. Dat heeft koning Philippe officieel overgedragen. Op zich interessant, want zo was ook de cirkel weer rond. Dan kom ik straks weer terug. Heel belangrijk in het koningschap van koning Boudewijn is koningin Fabiola. Koningin Fabiola was een Spaanse edelvrouw, zwaar katholiek. Had geen vriendje, heel lang niet. En is via katholieke kringen gekoppeld aan koning Boudewijn. Koning Boudewijn was 30 toen hij trouwde. En in België was men daar heel erg blij mee. Ik ga even een filmpje aan jullie laten zien. Over de verloving. Dan hoop ik dat het geluid het doet. Van het paar van toen. Dit is dus hoe de Belgen toen, volgens VT's naam, omgingen met de nieuwe verloofde van de koning. Plantbrug. Het is mijn grote vruchten. Aan het land het blijde nieuws te mogen aankondigen van de verloving van zijn majesteit de koning met Dona Fabiola, Deborah y Aragon. De aankondiging van premier Hasselijskes in 1960 verrast iedereen, ook de Belgische pers. Meteen gaan de porters in Madrid op zoek naar meer nieuws over de aanstaande koningin. Fabiola's verloving met de koning van België boeit uiteraard ook de Spanjaarden, zoals deze nonnen die naar haar huis in Madrid gaan kijken. Nou, even kijken. Ja, ik doe het nog. Ik heb het niet nodig. Nee. ja, wat we dus zien is dat de komst van koningin Fabiola zorgt aan het hof voor veranderingen. De macht van Leopold III is dan definitief uitgespeeld. Boudewijn en Fabiola vormen samen een paar. En ja, wat we ook zien is dat Boudewijn probeert van zijn grondwettelijke rechten gebruik te maken. Door bijvoorbeeld zelf ook ministers te willen benoemen en wegsturen. En dat lukte niet helemaal, omdat hij ook in een strijd met toenmalig premier Gaston Eyskens. Wat belangrijk is in de monarchie is dat er dat er nakomelingen komen, dat nakomelingen zorgen, dat nieuw geslacht ervoor zorgt dat er troonopvolgers zijn en dat ja, eigenlijk de volgende generatie kan overnemen. En het huwelijk tussen Boudewijn en Fabiola blijft kinderloos. Koningin Fabiola heeft in de jaren 60 5 miskramen gehad. En dat waren allerlei ernstige dingen. Zij had buitenbaarmoederlijke zwangerschappen, ze heeft ook echt kinderen verloren. Er zat ook een tweeling tussen. Zij heeft 6 kinderen verloren, zegt zij zelf. En op een gegeven moment werd door artsen gezegd, u kunt niet meer zwanger worden als u zwanger bent, is uw leven in gevaar. De reden dat op dit moment koning Philippe de koning is, dat heeft daarmee te maken, het feit dat koningin Fabiola niet zwanger kon worden en geen nakomelingen eigenlijk kon verzorgen. Maar dat is niet erg, want koning Boudewijn en koningin Fabiola zeiden dat ze alle kinderen in België omarmden. En dat deden ze ook. Er zijn heel veel kinderen in Vlaanderen en in Wallonië die op schoot hebben gezeten bij koningin Fabiola. Daar kunnen ze vaak nog over vertellen. Ze was heel aanhankelijk naar kinderen. Wat een belangrijke rol speelt in het koningschap van koning Boudewijn is de kerk. En daarover kan ik wat citeren. En dan komen we ook op een van de staatsrechtelijke euvels die uiteindelijk daaruit voort is gekomen. Ik citeer uit mijn boek. We gaan naar 1983, het laatste decennium van koning Boudewijn. Hij heeft 40 jaar geregeerd. Een open hartoperatie kan zeer grote gevolgen hebben voor je verdere leven. Dat beseft de Belgische premier Wilfried Martens maar al te goed wanneer hij in de zomer van 1983 naar het ziekenhuis moet voor een nieuwe hartklep. Ruim 4 jaar is de Vlaamse Christendemocraat met een kleine onderbreking door een kabinet van partijgenoot Mark Eyskens premier en vanuit zijn functie heeft hij een sterke band opgebouwd met koning Boudewijn, die hem in hem een zielsverwant ziet. Vlak voor zijn operatie besluit Martens om hem als enige op de hoogte te stellen. Op verzoek van Boudewijn komen hij en zijn vrouw naar de eucharistieviering op het paleis van Laeken. Boudewijn en Fabiola nemen iedere ochtend daar deel aan de mis. Ze bidden dan voor hun land en voor alle onderdanen en ook voor iedereen die in armoede of ellende leeft. Martens operatie vindt uiteindelijk op 3 augustus 1983 plaats in een Leuvens Universitair Ziekenhuis.
In de loop van de namiddag ontwaakte de premier uit zijn verdoving. Dit was een enig moment, ik heb het gehaald, zal hij later zijn memoires schrijven. Daags na de ingreep kreeg Martens bezoek van het koningspaar. Ze hebben bloemen meegenomen en bieden hem hun buitenhuis in Opgimbi aan, midden in de bossen van Belgisch-Limburg, voor de revalidatieperiode. Tijdens Martens verblijf in Villa Vrijheid belt de koning bijna dagelijks om naar zijn toestand te vragen. Op een gegeven moment komt hij zelfs zonder lijfwachten het domein oprijden in een kleine Volkswagen. Quote, zie u neemt hiermee een groot risico, zegt de premier, maar Boudewijn trekt zich er weinig van aan. Martens denkt dat hij het vooral een vriendelijk gebaar wil maken. In het najaar van 1983 is de premier opgeknapt en kan hij zijn werk hervatten. Met Boudewijn zal hij vaker in gebed gaan, zoals tijdens een audiëntie op het paleis op de Werelddag voor de Eenheid van Kerken. Hoewel België formeel een scheiding tussen kerk en staat kent, is daar gedurende Boudewijns koningschap soms weinig van te merken. Het katholieke geloof is voor hem leidend en het heeft invloed op staatszaken. Hij is naar eigen zeggen koning om zijn volk te beminnen, om voor zijn land te bidden en voor zijn land te leiden. Mede door de tegenslagen in het leven is hij zo gelovig geworden. Het koningspaar heeft zich verdiept in de charismatische beweging die de Heilige Geest centraal stelt. Qua vorm doet deze nieuwe stroming in de katholieke wereld denken aan de evangelische Pinksterbeweging. Handen in de lucht steken, zich in het wit kleden, plat op de buik bidden en spreken in tongen. Het zijn kenmerken van de charismatische beweging in de katholieke wereld. Boudewijn en Fabiola willen vernieuwers zijn en omarmen deze stroming die in 1975 hun aanwezigheid erkend wordt door de paus. Dan nu. In de jaren 80 vormen een belangrijk tijdsgewricht in het koningschap van Boudewijn. Hij kan dan buigen op zeker 30 jaar regeringservaring en straalt een priesterlijk gezag uit waarmee hij boven de partijen lijkt te staan. Sinds de jaren 60 wordt België met horten en stoten omgevormd tot een federale staat, een project waar de koning niet meteen voor warm loopt omdat hij het unitaire België wil behouden. De communautaire twisten tussen Vlamingen en Franstaligen lopen echter hoog op en daarom zijn staatshervormingen nodig die nationale bevoegdheden overhevelen aan de gewesten en gemeenschappen. Het zogenoemde Egmondpact voorziet in zo'n federaal België, maar wordt door ondertekening wegens politieke oneenigheid toch niet uitgevoerd. Het land raakt verzeld in politieke crisis, regeringen vallen onder haverklap en de economie heeft het zwaar te verduren. Zo moet de Belgische frank begin jaren 80 worden gedevalueerd. Tegelijkertijd wordt premier Martens geconfronteerd met de groeiende Vlaams nationalistische beweging die van België afkomt. Even zien. Ja, ik ben hier inderdaad kwijt. Dat is leuk. Oké. Moet ik mijn. Ja. Eind jaren 80 speelt er nog iets en dat is de abortusproblematiek. Meneer de Koor, zou ik hoor je. Ik kan me niet zo goed concentreren. Ja. Sorry. Als Martens in de regeringsvorming van 1988 instemt om de abortuskwestie te regelen, abortus is tot op dat moment namelijk in België verboden, krijgt hij koning Boudewijn tegen zich. Achter de schermen heeft hij jarenlang geprobeerd om het ongeboren leven te beschermen. En toch moet hij nu ondergaan hoe een initiatiefwet wordt voorbereid die abortus toestaat. In zijn dagboek schrijft hij: de tang in verband met de abortusproblematiek wordt dichtgeschroefd. Alles dwingt mij, mijn God, om alleen bij uw toevlucht te zoeken. Einde citaat. Hij en de koningin Fabiola zien de vruchtenafreiging als kindermoord en zij geloven dat niets abortus rechtvaardigt. Als hij nu niet voor zijn principes zou staan, dan zou hij zijn hele leven ziek van zijn en de Heer verraden hebben, naar eigen zeggen. In zijn kersttijden van 1989 snijdt Boudewijn het onderwerp aan door zich te beroepen op de universele rechten van het kind van de Verenigde Naties. Op 30 maart 1990 ontvangt premier Martens echter een koninklijke brief waarin Boudewijn zijn gewetensnood uiteenzet. Hij zegt de wet niet te kunnen ondertekenen, de abortuswet dus, en erkent dat hij door zijn besluit het risico loopt door heel wat landgenoten niet begrepen te worden. Verder vraagt hij om een juridische oplossing die hem zal toestaan om niet tegen zijn geweten te handelen en tegelijkertijd een goede werking van de parlementaire democratie te waarborgen.
De geschokte Martens wil alles binnen kamers houden en heeft daarom alleen zijn vijf vicepremiers in. Was u toen vicepremier, meneer Hugo? Nee, niet. Was oppositieleider. Wat zegt u? Oppositieleider. Oppositieleider, kijk eens aan. Hij ligt ze allemaal in. En ook zij zijn met somheid geslagen. Het is een delicate situatie. Als de koning de abortuswet niet tekent, zal hij moeten aftreden omwille van zijn broer Albert. Naar alle waarschijnlijkheid zou hij uit principe de wet ook niet tekenen vanwege zijn geloof. En op dat moment zal er een grote politieke crisis rondom de monarchie ontstaan. En dat wil het kabinet niet hebben. Martens en de vicepremiers praten in de dagen erna te vergeefs op de koningin. Ze vragen onder meer kardinaal Godfried Daniels, de opvolger van kardinaal Sudens, om hem van gedachten te brengen. Maar zelfs als de paus het mij komt zeggen, hier, dan teken ik niet, zegt de koning, vertrouwelijk tegen vicepremier Willy Klaas. Dan vinden de ministers een uitweg in een precedent. Op 28 mei 1940, wat ik aan het begin van dit gastcollege al zei, verklaarde het kabinet namelijk koning Leopold III onbekwaam om te regeren, omdat hij geweigerd had België te verlaten en krijgsgevangenen van de Duitsers was gemaakt. En dat leidde uiteindelijk tot de koningskwestie. Maar op grond van artikel 82 en 79 in de grondwet wil Martens thans koning Boudewijn voor één dag onbekwaam verklaren, zodat de abortuswet door ministers kan worden getekend en de koning daarna weer koning kan zijn. Het is geen fraaie oplossing, maar wel een compromis à la Belge. En uiteindelijk gaat iedereen akkoord. Nou, wat we dus zien in 1990 is dat koning Boudewijn is 36 uur uit zijn ambt verheven. Eigenlijk geen koning geweest, om vervolgens in die 36 uur dat alle partijen in de regering tekenden voor die wet. Dat deden alle ministers dan, en vervolgens dan weer koning te worden. En het is een typisch Belgische oplossing, naar men zegt. Maar goed, voor de koning is wel begrip, want ik heb een filmpje gevonden, dan gaan we even kijken. De reacties vanuit de bevolking namelijk waren helemaal niet allemaal zo negatief. Sommige mensen begrepen de koning wel. En er waren Belgen die zeiden, abortus, daar ben ik voor, maar ik snap wel dat de koning door zijn principes staat. Dus ergens had de koning ook weer extra gezag gevonden. We zien nu een fragment uit 1990, waarin premier Martens de brief van de koning voorleest en waarin foxpopjes, zoals we dat in de journalistiek noemen, worden gedaan. Gewone mensen wordt gevraagd wat ze ervan vinden. En toen was er geen geluid. Oké. Geen geluid. Misschien kan iemand mij helpen. Ik kijk weer in die hoek. Dat is jammer, want het is wel een heel leuk filmpje. Oké. Dat is een. Geen idee. Oké, dat maakt niet uit. Wat? Ik kan proberen. Ja? Kom maar. Terwijl jij kijkt, zal ik zelf even kort verder gaan. Sorry? Ik schijn. Ja. Ja.
dan gaan we gewoon. Dat is jammer. Dan gaan we gewoon door. Oké. Wat? Wat zou kunnen? Dat is een goed idee. Dank Joachim Koens. In de loop van de voorbije maanden heb ik aan verschillende gezagdragers gezegd hoezeer ik bezorgd ben om het wetsontwerp betreffende de zwangerschapsafbreking. Als je dacht niet dat ik overeen zou gaan komen en zeggen liever ik wat in mijn zorg is, maar niet te tekenen. Oh, is die man eigenlijk met me praten? Ik kan hem erin volgen hoor. Ben ik ook zo niet verrekt worden dus maar. Ik ga geen grap over Belgen maken. Sorry. De techniek luidt ons gewoon een beetje in de steek. Het is allemaal goed. Voordat we met alle filmpjes last krijgen, spring ik gauw door naar de volgende koning. Koning Albert. Die wordt in 1993 wordt die onverwachts koning, na de onverwachte dood van koning Boudewijn. En koning Albert heeft er ook echt een mooie rekening mee gehouden dat hij koning zou worden. Hij was altijd de nummer 2 en vanaf de jaren 80 kwam zijn oudste zoon hier in beeld als troonopvolger, Filip. En ja, koning Albert was eigenlijk gewoon zelf even verrast als vele andere Belgen dat hij koning werd. Vooraf is er wel gesproken over de opvolging. Koning Boudewijn was namelijk liep al in de 60, begin jaren 90, en hij was hartpatiënt zelf ook. Hij was vrij ziek, hij had al een aantal operaties ondergaan, hij had ook rugproblemen. En hij en zijn broer hebben ook gesproken over, ja, wat gaan we nou doen als ik er misschien niet meer ben, als ik wegval. En toen heeft ook koning Boudewijn gezegd van, jij moet het doen. En dat heeft hij ook nog tegen zijn vrouw Fabiola gezegd. Dus op het moment dat koning Boudewijn stierf, was hij op vakantie in Madrid, toen was hij in Spanje in zijn vakantievilla. En koning Albert kwam toen aangevlogen en die is toen met koning Fabiola overleg gegaan. En koning Fabiola zei, natuurlijk moet jij doen, dat had hij ook zo gewild. Dus Philippe werd niet echt overgeslagen, zoals men vaak zei, maar Philippe was op dat moment gewoon, ja, het was niet in beeld in die zin. Koning Albert was in die zin niet in beeld om koning te worden. Hij is 1993 koning geworden en we zien dat, dat hij in zijn eerste jaren best wel moet wennen aan zijn rol. Maar we zien ook een aantal andere interessante dingen. Want het geloof gaat onder koning Albert, het katholieke geloof gaat naar achteren. Hij is wel ook lid van de charismatische beweging en iedere zondag ging hij en zijn vrouw koningin Paula naar de kerk, naar een mis, maar ze waren niet zo, ze lieten zich niet zo leiden door het geloof als hoe zeg je dat, koning Boudewijn deed. Dus de invloed van de kerk in die zin, of de invloed van het katholicisme nam in die zin af op het koningschap en dus ook de Belgische politiek, die merkte dat daar meer aan de ruimte zat. Hij wordt daarom ook wel de gehoorzame koning, werd hij genoemd. En waarom gehoorzaam? Omdat hij alle wetten heeft getekend en ook vaak heeft gedaan wat de politiek wilde. Wel zien we in het koningschap van koning Albert een aantal momenten, en daar wil ik zo met jullie bij stilstaan, waarin de koning wel degelijk zijn rol oppakt als zijnde ineens een politieke speler. En ja, dat is best wel raar, want in de Belgische monarchie moet de koning moet eigenlijk een symboolfiguur zijn. Hij moet binden, hij moet de gemeenschappen en de mensen met elkaar verbinden, hij moet een ceremoniële rol vervullen en hij moet ook scheidsrechter zijn en proces begeleiden in de politieke crisissen en politieke formaties. Maar wat hij niet moet doen, is een politieke mening hebben of uitstralen. En wat hij ook niet moet doen, is achter de schermen proberen politieke invloed uit te oefenen. En we hebben in de periode van Albert II eigenlijk twee momenten gezien waarbij dat wel gebeurde. En in één geval pakte dat goed uit, en in een ander geval pakte dat wat minder goed uit. Het eerste voorbeeld is de Dutroux-affaire. Jullie allen waarschijnlijk bekend. Er zijn in België in midden jaren 90 kinderen verdwenen, er was een pedofiliebende, er zijn kinderen vermoord, er zijn kinderen misbruikt. Dat kwam in 1996 naar buiten.
in de zomer van 96. Albert was op dat moment in Frankrijk op vakantie, wilde terugkeren naar België, maar mocht dat niet van toenmalig meneer De Hane, moest dus thuis blijven. De Hane zei, ik ben op vakantie, ik ga niet terugkeren, mijn ministers doen het daar goed. En die hebben alles onder controle en u gaat dus ook niet terugkeren, want als u terugkeert naar België, dan kan ik u politiek, mocht u iets doen, niet dekken. Dus dan ga ik dat niet doen. En uiteindelijk heeft koning Albert toen, op een gegeven moment toen hij eenmaal wel terug was, heeft hij zijn eigen plan getrokken. En hij heeft ervoor gezorgd dat in de Dutroux-affaire dat hij een rol ging spelen als zijnde koning van de mensen. En dat heeft hem heel veel goodwill opgeleverd. En ik ga hier uit mijn boek een stukje citeren. De koning is helemaal terug en achter de schermen bereidt de koning zijn eigen plan voor. Hij wil het voor de families van de slachtoffers opnemen en hij zal het publiekelijk zeggen wat er moet gebeuren om de situatie op te lossen. Zo kan hij druk zetten op dat de Belgische justitie en politie eindelijk eens worden hervormd. Dat was overigens een van de redenen waar men zegt dat de Dutroux-affaire kon ontstaan. De Dutroux was al eerder in beeld geweest, maar de Belgische politie en justitie hadden dat in enigszins laten lopen. Hij had ook anders vastgezeten, maar er was verder nooit echt op geanticipeerd. Die wensen om justitie en politie te hervormen, die leeft ook volop in de samenleving, zowel in Vlaanderen als in Franstalige België. Om meer informatie en advies in te winnen, ontvangt Albert deskundigen over pedofilie en kinderrechten op het paleis. En ook heeft hij sinds de ontdekking in augustus, de kerkers van Dutroux, contact met minister Stéphane Leclercq van Justitie, die hem iedere dag verslag doet van de meest actuele bevindingen en een paar steunt, hem en Paula steunt, in hun insteek van luisteren naar en isolatie bieden aan de ouders. Hij krijgt op 10 september 1996 een lijst met opmerkingen en vragen overhandigd over het haperende onderzoek naar Dutroux en nog andere slepende zaken. Tegelijkertijd brengt koning Albert een communiqué naar buiten dat de Belgische politiek op haar grondvesten doet schudden. Voor het eerst sinds zijn aantreden in 1993 mengt hij zich in de politiek. Hij eist volledige helderheid over de gebeurtenissen en wil dat alle onderzoekers tot het uiterste gaan. Hij bepleit maatregelen voor de bestrijding van pedofilie en mensenhandel. En hij eist dat de Belgische rechtspraak verbeterd wordt. Er moeten interne en externe controles komen op de rechterlijke macht en er moet efficiënter en vriendelijker gewerkt worden, zei hij. Op het moment dat het communiqué naar buiten komt, zit Stéphane Leclercq, de minister van Justitie, een parlementaire vergadering over de Dutroux-zaak voor. Hij wordt overvallen over het communiqué, maar deelt de visie van de koning en accepteert dat hij zo diep gaat. Dit is de aanjager voor mijn hervormingsbeleid, denkt de kerk, die zich gesteund voelt in het communiqué en het communiqué in de media verdedigt. Binnen de regeringspartijen klinkt echter gemor over de koning, die volgens sommigen makkelijk kan praten, terwijl de regering alles moet oplossen. De oppositie gaat ondertussen publiekelijk tekeer tegen de koninklijke inmenging in de politiek, die door Philippe de Winter, toen nog Vlaams Blok, zelfs ongrondwettelijk wordt genoemd. Op tv zegt grondwetsspecialist Robert Senel dat de verklaring van Albert II volgens de grondwet wel is toegestaan. Het is echter een ongeschreven regel dat de gesprekken tussen de koning en de regering vertrouwelijk blijven. Door dit communiqué kan er een splijtswand tussen beide partijen ontstaan, benadrukt Senel. Quote, en de koning mag de indruk niet geven dat hij de minister laat vallen. En eigenlijk is dat toen misschien toch wel gegeven. Publieke afvallen of niet, op 18 oktober 1996 gaat koning Albert nog een stap verder door een rondetafelconferentie op het Koninklijk Paleis in Brussel te organiseren met familieleden van de slachtoffertjes, deskundigen en de minister van Justitie, waarin de koning benadrukt dat hervormingen nodig zijn. Hij spreekt rustig en straalt kalmte uit, mogelijk bewust. Een paar dagen daarvoor is de onderzoeksrechter nog van een justitieel onderzoek afgehaald, omdat hij eerder bij de benefietavond voor de slachtoffers aanwezig was. Hij nam er een bord spaghetti en een bosje bloemen aan. Na het bekend worden van het zogeheten spaghetti-arrest breken wilde stakingen in fabrieken en scholen in heel België uit. De sfeer voelt revolutionair en een bestuurlijke elite in Brussel houdt zijn hart vast. Als blijk van een publieke verontwaardiging vindt op 20 oktober 1996 de zogenaamde Witte Mars plaats, de grootste demonstratie uit de geschiedenis van dit land. Meer dan 500.000 Belgen komen erop af, vrijwel alle gekleed in het wit. Alles verloopt rustig en vreedzaam. Volgens commentatoren is dat gedeeltelijk ten verdienste van de koning, die net als de ouders van de slachtoffers tot kalmte en respect heeft opgeroepen.
oproepen om zo een volksopstand, op die manier een volksopstand zou hebben voorkomen. Tijdens de demonstratie laten Albert en Paula zich niet zien, maar in de maanden daarna blijven ze contact houden met de families van de slachtoffers. Ze blijven zich inzetten voor de hervorming van de politie en justitie in België en het bestrijden van ontvoering en misbruik van kinderen. In 1998 wordt het zogeheten Octopus-akkoord door 8 politieke partijen gesloten en wordt een Europees centrum opgericht voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Child Focus, waarvan Paula de erevoorzitter wordt. Zij blijft zich samen met haar man bezighouden met het thema. Wel nu, we zien dat koning Albert dus eigenlijk in 1996 een ingreep doet in de politiek. En dat is zeer uitzonderlijk. En op een of andere manier is hij daarmee weggekomen. Er is niemand in de Belgische politiek die de koning daarna op een andere manier heeft behandeld of anders heeft gezien. Los van Vlaamse nationalisten heeft de koning daar eigenlijk geen, geen grote fout begaan. Iedereen accepteerde en respecteerde hem daarom. Maar het gekke is wel dat dat in een normale situatie zou dat misschien niet zijn. En we weten dus nog steeds niet precies waarom iedereen dat zou accepteren. Maar blijkbaar was misschien onder de politieke elite in België de angst voor de meute, voor de bevolking zo groot, dat ze dachten van nou laat die koningen dan nog maar opknappen. Wel nu, we zien ook dat de koning een zogenaamde mensenkoning is. Je ziet daar een plaatje met een biertje. Dat was voor koning Albert niet ongewoon. Koning Boudewijn, dat was een koning die heel erg, een vorst die heel erg, ja, sober leefde en ja, je zag hem nooit echt uitbundig en was altijd heel, heel beminnelijk, maar ook heel erg geïnteresseerd als hij met mensen sprak. Maar het was niet echt een mensenmens in die zin zoals we dat hier zien met koning Albert. Koning Albert was iemand die was jovial, maakte grapjes als hij bij mensen kwam, stelde ze op die manier op hun gemak. En hij dronk soms, zoals je ziet, ook een pintje mee of hij had een frietje. Wat dat betreft was het de ideale Belgische koning. Ik weet niet hoeveel monster heeft gegeten, maar dat moet ik nog maar even daar laten. Maar ik weet in ieder geval wel dat het een ander type koning is geweest. Interessant zijn de formaties. We zien 2 moeilijke formaties in de regeerperiode van Albert II. De formatie van 2007 en 2008, een hele lange formatie, waarbij eigenlijk de N-VA komt opzetten met Bart Wever, die wordt dan op dat moment heel populair. Je ziet dan dat hij heel veel stemmen haalt samen met Yves Le Terme, het zogenaamde kartel, tussen CD&V enerzijds en de N-VA anderzijds. De N-VA is dan heel erg mini. Later heeft de N-VA het CD&V overvleugeld en ingehaald. Misschien kan deze Koenst daar zo nog wat over zeggen. En uiteindelijk zie je dus dat de koning is daar echt heel erg mee in de weer en zijn adviseurs ook. Zijn naaste adviseur, zijn kabinetchef, was de heer Van Iperselen. Dat was ook de kabinetchef van zijn broer. En de heer Van Iperselen was een conservatieve katholiek, zoals we zeggen. Volgens mij een Brusselaar. Is het een Brusselaar, Van Iperselen, of niet? Komt hij uit Brussel? Waals-Brabant, onder Brussel. In ieder geval, Van Iperselen, dat is toen achter de schermen wel de sterke man 30 jaar lang geweest. En dat zien we dus ook in de formaties terug. Hij was heel erg tegen bijvoorbeeld het Vlaams Blok en Vlaams Belang. En ook koning Boudewijn en koning Albert waren daar tegen. En Vlaams Blok en Vlaams Belang werden ook nooit uitgenodigd tijdens formaties. Terwijl ze wel een x-aantal kiezers achter zich hadden en een deel van de kiezers vertegenwoordigden. Nou, je ziet dus dat de formatie 2007-2008, dat is een hele moeilijke geweest. Dat kost koning Albert ook veel tijd en veel werk. En uiteindelijk komt dan de monsterformatie, alle formaties in België van 2010 en 11. En dat is de formatie waar uiteindelijk later de regering Di Rompo uit voorkomt. Ja, ik moet afronden. En uiteindelijk het Vlinderakkoord. Ik heb een moment gevonden waarop koning Albert zien die de bevolking toespreekt. Dat gebeurt, om precies te zijn, op 21 juli 2011. De formatie zit dan echt al heel lang in het slot, duurt al meer dan een jaar. Hij heeft met de kersttoespraak een half jaar daarvoor heeft hij ook al gewaarschuwd. En hij waarschuwt iedereen dat het nu te lang duurt en dat België een regering moet hebben. En ik vind dit persoonlijk de meest influentiële, de impact hebbende, de, de
de toespraak met de meeste impact uit de regering van koning Albert. En ik ga hem nu laten zien en ik hoop dat dezelfde truc werkt met de micro. Wens ik u publiekelijk en in volle openheid gebruik te maken van het derde prerogatief, het recht om te waarschuwen. Ik doe dat krachtig en met overtuiging, om volgende redenen. Ten eerste, net als een groot aantal Belgen, ben ik diep bezorgd om deze langste regeringsvorming sinds mensenheugenis. Het schept bij velen een gevoel van ongerustheid over de toekomst. Ik laat het mezelf hier even bij. Goed. Het koningschap van koning Albert eindigt in 2013. Hij heeft dan 4 jaar van politieke crisis achter de rug. Hij is op, hij is moe, hij is al bijna 80. Hij is procesbegeleider geweest, hij heeft veel op het paleis gelopen in die jaren. Het is klaar, het is gedaan. En hij besluit in 2013 om af te treden. En dat doet hij eigenlijk nadat hij heeft gezien dat in Nederland koningin Beatrix ook is afgetreden en dat het allemaal behoorlijk goed verloopt. Toenmalig premier Di Rupo was er niet blij mee, want die was bang dat de N-VA, die in de oppositie zat, daar tamtam over zou maken. En uiteindelijk is dat niet echt gebeurd. Het koningschap van koning Albert wordt eigenlijk later overvleugeld door zijn buitenechtelijke dochter. En dat is prinses Delphine. Zij is verwekt door de koning eind jaren 60, begin jaren 70, bij een andere vrouw. En in eerste instantie zagen ze elkaar. Later wilde de koning haar niet meer zien en niet meer kennen. En ze heeft jarenlang juridisch gestreden om de dochter van koning Albert officieel te kunnen zijn. Uiteindelijk is zij naar de rechter gemoeten en heeft ze een paar jaar geleden een DNA-test via de rechter afgedwongen. En je ziet dat in België ook nu, als ik met mensen spreek, dan zeggen ze, ja, koning Albert was voor ons een goede koning, maar we nemen het hem wel kwalijk wat er is gebeurd met Delphine. En ik denk zelf persoonlijk dat de affaire Delphine en de zaak Delphine heeft het imago en dus ook de legacy, zoals je dat noemt, van deze koning niet echt goed gedaan. En kijk, we kunnen pas ver in de toekomst beoordelen hoe deze koning echt kan worden beoordeeld in de Belgische geschiedenis. Want het is nog vrij vers dat hij is afgetreden. Maar nogmaals, de affaire Delphine, die alles bij elkaar bijna 20 jaar heeft geduurd. De koning had ook gezongen kunnen toegeven, het is mijn kind. Had hij misschien een probleem met zijn vrouw gehad, koningin Paula. Maar goed, daar kunnen we het weer over hebben later. Dus misschien een schudde borrel. Maar het is wel interessant dat die affaire Delphine, dat is iets wat nog steeds bij veel Belgen, veel Belgen dwars zit. Nou, dan ga ik nu naar de laatste slide en dan rond ik af. Koning Philippe. Nou, koning Philippe is eigenlijk pas 10 jaar koning en er vallen een aantal dingen op. En wat interessant is aan koning Philippe is dat koningin Mathilde en hij vormen echt een goede twee-eenheid. En wat dat betreft lijken ze veel meer op koning Boudewijn en koningin Fabiola als paar, dan koning Albert en koningin Paula, die toch een wat moeilijker huwelijk hadden. Het huwelijk tussen koning Philippe en koningin Mathilde, ik heb het zelf ook gezien, ik ben voor mijn boek ook een aantal keer meegeweest, ik heb ze zien optreden en hoe ze samen zijn. Het ziet er goed uit en het huwelijk is ook goed. Er wordt ook vaak gezegd, zonder koningin Mathilde gaat het niet. Dat wordt gezegd omdat koning Philippe wordt over het algemeen toch ervaren als een beetje een schuchtere man die de kat uit de wonden kijkt en niet zomaar zichzelf laat gaan, laat zien. En koningin Mathilde is juist veel, in die zin van zichzelf wel weer innemender en zo vinden ze elkaar een beetje aan. Familie is voor koning Philippe heel belangrijk, dat zien we ook. Er zijn
binnen zijn gezin ook geen problemen. Ik zie ook geen echte issues. En ja, het is ook een andere stijl die hij heeft dan zijn vader. Waar zijn vader vooral in de Weststraat, of niet in de Weststraat, maar in Brussel, op het federale niveau met iedereen sprak, spreekt koning Philippe ook veel meer met mensen in de deelstaat. En in de gewesten, ook met burgemeesters, daar is echt wel een, ja, een netwerk, zo is mij verteld. Zijn twee kabinetchefs waren Frans van Dalen in de eerste paar jaar, en de huidige kabinetchef is Vincent Mouchon, waar ik ook achtergrondgesprekken mee heb gehad voor dit boek. Eigenlijk vind ik zelf het belangrijkste wapenfeit van koning Philippe zijn spijtbetuiging, of ja, moet je eerlijk zeggen, excuses niet echt, maar spijtbetuiging in de Congo, of in Congo. Dat is heel belangrijk. En dan kom ik weer terug op die ene tand waar ik het aan het begin over had, die tand van Lumumba. Nou ja, die is ook teruggegeven onder koning Philippe. Hij is naar Congo geweest, hij heeft in het Frans voor alle Congolezen een speech gehouden die goed gevallen is. En ik denk echt dat mede door inzet van deze koning is de relatie tussen de voormalige koloniën in België beter geworden. Kijk, dat is een relatie die altijd turbulent is en die altijd een soort van haat-liefdeverhouding is tussen ja, voormalige onderdrukker en onderdrukte. En dat heeft ook te maken met wat er in Congo gebeurt. Als er weer verkiezingen zijn in Congo binnenkort, dan komt er iemand anders aan de macht. En die is heel anders weer ten opzichte van de Belgen dan de huidige president, Tshisekedi. Wat we zien is dat ja, de Congo-reis, dat zie ik ook echt wel als een succes. Het neemt natuurlijk niet weg dat discriminatie, racisme en al dat soort dingen nog steeds aanhanger moeten worden gemaakt in België. En dat er ook ja, het oude koloniale denken bij nog een hele generatie er nog in zit. Dan gaan we naar de toekomst kijken, want ja, koning Philippe zal er voorlopig nog wel even zitten. En de formatie van 2024. En voordat we daarover gaan praten in het panel, want ik ben bijna klaar, wil ik daar zelf nog een schop op de boeg doen. Ik denk uiteindelijk dat die formatie niet zo lang zal duren als de monster alle formaties. Ik denk uiteindelijk dat het geen makkelijke formatie beloofd wordt, maar de peilingen zoals ze er nu uitzien zijn, ja, laten zien dat er een grote N-VA komt enerzijds en anderzijds en Van Zalig België een grote PS. En ja, die moeten tot elkaar komen om samen België te regeren, of draaiende te houden, zo je wil. Maar ik heb het gevoel dat dat deze formatie, dat ik binnen, nou, misschien zeg binnen een half jaar beslecht kan zijn. Kijk naar de deskundigen vooraan. Denken jullie? Okay, er wordt geaarzeld. Meneer Kroop, waar door? Hoe lang gaat de formatie duren? Volgend jaar? Geen idee. Dat is heel diplomatiek antwoord. Sorry? Lang genoeg. Ook heel diplomatiek. Belangrijk om te kijken is, wat worden de hoogtepunten voor koning Philippe nog die er komen? Nou, hij zit er pas 10 jaar. Een koningschap, zeg ik altijd, is een marathon en geen sprint. Dat betekent, het kan wel 20, 30 jaar duren. En na 20, 30 jaar als een koning ermee ophoudt of sterft, ja, dan moet je daarna pas kijken, wat heeft hij allemaal gedaan? En wat is nou zijn, zoals steeds zijn legacy? Wat laat hij achter? En dat weten we nu dus nog niet. Maar wat we wel weten is dat in 2030 het grote 200 jaar Belgiëfeest komt. Daar wordt nu al het Koninklijk Paleis voor opgeknapt. Prachtig wit is het. En zo zijn er nog meer dingen die daar in voorbereiding zijn. Dus ik denk dat 200 jaar België, dat kan een mijlpaal worden in koning Philippe tijdens de festiviteiten in zijn koningschap. Voor koning Philippe kan dat een mijlpaal worden. Maar nog wel een waarschuwing voor de toekomst. Zit er niet te lang. Want voor je het weet, krijgen mensen er genoeg van. Of hebben mensen zoiets van, ik heb het wel gezien met deze koning. En hij heeft een dochter, die zie je hier in beeld. Dat is prinses Elisabeth. Waarvan ik denk dat die het koningschap ook goed zou kunnen dragen. Dus het zou maar zelfs kunnen zijn, als deze koning er 20, 25 jaar ophoudt, dat er dan een jonge koningin klaarstaat. Die kan de Belgische monarchie nog jarenlang dragen. En ben ik een monarchist? Nee, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk een republikein, alleen ik zie dat in sommige landen de monarchie niet zomaar vervangen kan worden. In België moet je daarvoor de grondwet wijzigen met een tweederde meerderheid, dat is heel moeilijk. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat bij jullie heeft de koning ook nog die rol van scheidsrechter en procesbegeleider.
En ik zie niet in moeilijke formaties en in de communautaire twisten die België kent, die ook dit land kenmerken, die ook de charme van het land zijn hoor. Daar zie ik niet in dat de koning, dat het zonder een koning zou kunnen. Dan zou je bijvoorbeeld moeten gaan naar een presidentschap met 3 presidenten. Zoals we, dan krijg je een Duitsstalige, een Franstalige en een Vlaamse president en die moeten elkaar dan afwisselen. Nou, die gaan dan ook weer allerlei gevechten en allerlei bondjes snijden en allerlei dingen die vechten elkaar. Op een gegeven moment ook de tent uit, je moet het vergelijken met Bosnië-Herzegovina. Daar heb je ook 3 presidenten, een moslim, een Kroaat en een Serf. Nou, dat loopt daar ook niet. Dus ik zie het gewoon niet voor België, ik zie geen republiek in het systeem. België is al een moeilijk land, dus ik denk als jullie monarchie goed functioneert en die koning die doet het goed en hij luistert goed naar zijn adviseurs en hij doet geen gekke dingen, leer van Nederland, gewoon geen gekke dingen doen. Niet zomaar op vakantie gaan tijdens coronatijd, rustig aan blijven. Dan, als ze rustig aan doen, dan breekt het lijntje niet en dan kan België nog lang blijven bestaan of mensen dat dan leuk vinden of niet. Dit was mijn gastcollege. Yeah.